9 uur vanochtend kwam Rob Wielaert aan op de Arena. Een dag nadat Ajax en FC Twente tot een overeenkomst waren gekomen over de transfer van de verdediger, was het tijd voor de medische keuring. Ja, gaan we naar de keuring toe. Tijdens de keuring werden vele lichamelijke functies onderzocht. Het eerste deel vond plaats op de Arena door clubarts Niels Wijnen. Ja, 10 stuks. Nou, we hebben zo stil mogelijk blijven liggen. Ja. Na het onderzoek van het hart waren de longen aan de beurt. Nou, het gaat als volgt. Dan krijg jij zo meteen dit buisje in je mond. Dan krijg je gewoon rustig ademen, net zoals je nu ook doet. Dan kun je van dwars doorheen ademen. Ben je even gewend aan het apparaatje, geef ik jou even een seintje. Dan ga je heel diep inademen en dan het belangrijkste zo hard en zo snel mogelijk uit, dat je helemaal leeg bent en dan nog een keer heel diep in. Dus heel diep in, snel krachtig uit en nog een keer doen. Dan moet je even twee keer en dan ben je gerust. Ja, beweeg je mond, voorbij je tanden en goed je lippen eromheen houden, dat je er niet naast blijft. Zo, perfect. Nog rustig en dan mag je zo meteen bij de volgende. Heel diep inademen. Zo diep ik wel. Helemaal in. Knallen. En heel diep in. Perfect. Keurig. Perfect. Oké. Groot glas. Dat ziet er ook perfect uit. Mooi. Trek lekker je spul aan. Oké. Dan gaan we richting het ziekenhuis. En om 1:50 was Rob Wielaert bij het VU Medisch Centrum voor deel 2 van de keuring. Eenmaal aangekomen in de VU werd een verdediger ingeschreven voor diverse onderzoeken. Zo werd er uitgebreid gekeken naar zijn ogen. Ja. Wat kun je hiervan lezen? 3, 2, 6, 9. Hartstikke goed. En we hebben al je. Uiteraard werd er ook gekeken naar de voeten. Als Rob Wielaert de keuring goed heeft doorstaan, zal hij zich zo snel mogelijk bij de selectie van Marco van Basten voegen. Je gaat toch wel in Amsterdam wonen, of blijven we in het Enschede? Nee. Amsterdam zelf weet ik niet, maar wel in de buurt. Ja.